graag stel ik dan ook nog de sprekers voor. Misschien start met mezelf. Ikzelf ben Saidia Steenhuizen. Ik ben sinds een jaar werkzaam bij het instituut als expert gender en werk. Mijn collega Veronique de Baats zal de inleiding voorzien. Zij is reeds 9 jaar werkzaam bij het instituut, ook als expert gender en werk. Daarna zal Teun Pieter van Tienhoven het overnemen. Hij is socioloog, verbonden aan de onderzoeksgroep TOR van de VUB en aan de University of New South Wales in Sydney. Zijn onderzoek betreft vooral internationaal vergelijkend tijdsbestedingsonderzoek over onderwerpen als arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen, gendergelijkheid, werkgezinsbalans, tijdsdruk, welzijn enzovoort. Vanuit de ondernemingen hebben we Chris Poté en Cindy Klaas vanuit Capgemini. Chris Poté is reeds 21 jaar werkzaam bij Capgemini als vicepresident. Hij is een expert in marketing, communicatie, publieke sector, internationale projecten. Cindy Klaas is sinds 4 jaar senior consultant bij Capgemini en sinds 1 jaar hoofd van Women at Capgemini Belgium. En zij was bij de top 5 genomineerde voor Young ICT Lady of the Year in 2020. Daarnaast zullen we horen van Alexandra Limage. Zij is zaakvoerder van Sprint Transport, bedrijf dat ze overnam na een faillissement. En zij is winnares van de Women's Award 2017 voor vrouwelijke onderneming van het jaar. En tenslotte Ilse Antonissen. Zij is director Talent Development and Inclusion en sinds 6,5 jaar werkzaam bij Deloitte. Voilà, dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Veronique. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense qu'il y a une ou deux personnes qui avaient des petits problèmes techniques. J'espère que ça se règle. Tout d'abord, merci de nous avoir rejoints pour cette première session virtuelle de notre réseau entreprise Gender Friendly. Un petit rappel d'abord du contexte dans lequel on se trouve. En 2014, l'Institut a mis à jour sa banque de données bonnes pratiques qui reprend une soixantaine de bonnes pratiques développées par des entreprises afin de renforcer l'égalité des femmes et des hommes au sein de celles-ci. Ces bonnes pratiques couvrent un certain nombre de domaines. La conciliation vie familiale, vie professionnelle, le renforcement de la place des femmes au top des entreprises, la lutte contre les stéréotypes sexistes, etc. Elle permet en fait d'avoir une idée de ce qui se fait ailleurs et d'aller piocher des mesures concrètes et facilement applicables chacun dans son entreprise. Dans le même ordre d'idée, l'Institut a créé le réseau Entreprise Gender Friendly afin de renforcer encore les possibilités d'échange entre les entreprises autour de ces bonnes pratiques. Ce réseau se réunit en moyenne 1 à 2 fois par an et met chaque fois en avant 2 à 3 entreprises. Alors, dans le contexte qui est le nôtre depuis quelques mois, il nous a semblé essentiel de consacrer une session de notre réseau à la crise du Covid, ou plus exactement, à quels défis les entreprises ont été confrontées en matière d'égalité de genre durant cette période du Covid. Pour préparer la réunion, nous avons soumis un questionnaire aux entreprises. Certains d'entre vous l'ont rempli et nous vous en remercions. Nous allons rapidement jeter un œil aux réponses. Ce questionnaire comportait plusieurs parties. Tout d'abord, les aménagements flexibles de travail, c'est-à-dire le télétravail et les horaires flexibles qui étaient déjà proposés par les entreprises qui ont été maintenues ou renforcées pendant la crise du Covid et qui ont éventuellement été maintenues après la crise du Covid. On parlera également des mesures qui ont été créées pour soutenir les parents, pour leur permettre de concilier la vie familiale et la vie professionnelle pendant la crise du Covid. Et évidemment, nous parlerons du profil des utilisateurs et de la différence entre hommes et femmes dans l'utilisation
de ces mesures. Et enfin, on abordera l'impact de cette crise du Covid sur l'égalité de genre et sur les entreprises. Alors, les résultats de notre questionnaire montrent que la majorité des entreprises de notre échantillon proposaient déjà, avant le Covid, des possibilités de télétravail ou d'horaires flexibles pour une partie, en tout cas, de leur personnel, le plus souvent un ou deux jours par semaine. Ce qui change pendant le Covid, c'est une certaine généralisation de ces possibilités et en particulier du télétravail, ce qui est assez logique puisqu'il a été rendu quasiment obligatoire pour les entreprises. Et ici, une généralisation, voilà, tous les jours de la semaine et à tout le personnel. Alors, la plupart des entreprises n'ont pas réellement vu de différence entre les hommes et les femmes dans l'utilisation de ces mesures exceptionnelles, et en particulier, c'est-à-dire tu peux passer sur, et en particulier du télétravail durant la crise du Covid. Globalement, les hommes ont autant télétravaillé que les femmes. Et pour ce qui concerne l'après-Covid, on observe clairement une augmentation du nombre d'entreprises qui déclarent vouloir généraliser la possibilité de télétravailler de manière plus systématique à l'ensemble du personnel. Alors, notre échantillon est évidemment assez réduit, mais on pense à savoir l'utilisation du télétravail de SD Works montre que 43% des employeurs donnaient la possibilité de télétravailler avant le Covid et on est à 88% des employeurs aujourd'hui. Et pourtant, les entreprises de notre échantillon déclarent avoir tout de même rencontré des difficultés dans la mise en place de ces aménagements du travail. Notamment en ce qui concerne les travailleurs et les travailleuses, ces difficultés concernent surtout l'isolement et le manque de contacts sociaux. On a aussi la difficulté de concilier travail et vie de famille et de faire la séparation entre ces deux sphères. C'est évidemment surtout le cas durant des crèches, des écoles et des centres d'accueil, un petit peu moins quand toutes ces institutions ont rouvert. Mais c'est intéressant de voir que finalement l'exécution des tâches et le respect des délais n'a pas posé de problème en fait. Alors nous avons aussi voulu savoir si les entreprises avaient mis en place ou avaient recouru à des mesures spécifiques pendant la crise du Covid, plus spécialement pour les travailleurs qui avaient charge d'enfants ou d'autres personnes. Certaines entreprises ont proposé des mesures, pas toutes. Le congé parental Corona, surtout, et les horaires flexibles de travail ont été les plus souvent cités. D'autres mesures ont été créées, comme par exemple la proposition de recevoir plus de jours de jusqu'à 10 jours de congés supplémentaires payés, en particulier pour les parents, ou d'autres entreprises ont développé des politiques de tolérance par rapport à la productivité, notamment en ce qui concerne les parents qui avaient des enfants à la maison. Alors, en ce qui concerne la répartition hommes-femmes de ces mesures spécifiques pour les parents, l'échantillon ne nous permet pas vraiment de tirer de vraies conclusions. Six entreprises déclarent qu'elles ne voient pas de différence et quatre déclarent en voir. Mais ici aussi, on a d'autres chiffres qui concernent notamment le congé parental Corona qui nous donne quand même un aperçu de cette différence d'utilisateurs. On voit ici que, par exemple, le congé parental Corona est très fortement genré et concerne une grande majorité de femmes, 67% de femmes en mai 2020 contre 33% d'hommes. Et ça ne fait qu'augmenter, cette différence ne fait qu'augmenter, puisqu'en août, on est à 72% de femmes et seulement 28% d'hommes. Alors, l'idée n'est pas de trop s'étendre sur la répartition inégale des tâches domestiques, de soins, etc. entre les femmes et les hommes, parce que, vous le savez, ça va être l'objet d'une présentation à part entière. Mais ce slide illustre tout de même la problématique avec une difficulté systématiquement plus importante pour les femmes de concilier
la vie professionnelle et la vie familiale. Alors, la dernière partie de notre enquête concernait l'impact économique du Covid sur les entreprises. On a remarqué que la majorité des entreprises qui ont répondu à notre questionnaire a déclaré n'avoir pas dû prendre de mesures spécifiques. Et celles qui ont dû prendre des mesures spécifiques ont recouru plus généralement au chômage économique temporaire. Alors, pour conclure déjà, la crise du Covid a montré que les questions d'égalité de genre, les questions d'égalité de genre au travail et en particulier pour les personnes qui avaient une charge d'enfants ou de proches dépendants est vraiment un vrai enjeu pour les sociétés, mais aussi pour la société dans son ensemble. Les entreprises ont été obligées, forcées de s'adapter, de mettre en place des mesures de travail flexible. Alors aujourd'hui, la question, c'est un petit peu comment finalement pérenniser ces mesures et en faire un outil durable pour l'entreprise et pour l'égalité. On sait que beaucoup d'entreprises ont envie de faire bouger les lignes, mais il nous semble important peut-être de pointer deux priorités, deux conseils ou deux priorités qu'on souhaiterait mettre en avant. La question d'évaluer l'impact potentiel de chaque nouvelle mesure sur l'égalité des femmes et des hommes. Alors ça, c'est extrêmement important parce que quand on met des mesures en place, comme c'est le cas du congé parental Corona, qui a priori vont aider les femmes et les hommes à concilier mieux vie familiale et vie professionnelle, on doit pouvoir être sûr que ces mesures ne vont pas creuser davantage les inégalités. Mais ça peut concerner toutes les mesures, le télétravail, les horaires flexibles, les interruptions de carrière, etc. Il faut vraiment essayer d'avoir un réflexe genre quand on met en place des mesures pour notamment aider les parents. Alors, une autre priorité qui fait sens avec la première, c'est la question d'évaluer régulièrement les mesures prises et notamment en ce qui concerne la répartition homme-femme des utilisateurs et utilisatrices des mesures. Voilà. Et alors, plus généralement, c'est vraiment important que, évidemment, les décisions viennent du top management, qu'il y ait un cap qui soit donné. Et autre élément concret et dernier élément intéressant, c'est le fait de communiquer de manière proactive des messages positifs par rapport au fait d'avoir des enfants en entreprise, que le fait d'avoir des charges, une charge de soins, une charge d'enfants ne va pas vous freiner dans votre évolution de carrière, dans vos possibilités de promotion, de formation, etc. Voilà, c'était tout pour cette introduction. Je vais maintenant passer la parole au chercheur de la VUB, Teun van Tienhoven, qui va nous présenter les résultats de l'enquête sur l'emploi du temps. On vous écoute. Oké, dank u wel voor de introductie. Ik ga inderdaad wat cijfers presenteren van het tijdbestedingsonderzoek dat we hebben gedaan, met name tijdens de lockdownperiode van maart en april. Maar alvorens wat cijfers te geven, denk ik dat het relevant is om eventjes wat achtergrond te geven in het kort. Dus belangrijk voor ons is om ervan uit te gaan dat tijdens de industriële revolutie eigenlijk het betaald werk het huishouden heeft verlaten en buiten het huis plaatsvond. Wat het huishouden zelf of het huis zelf maakte tot een plek voor vrije tijd en om uit te rusten na gedane arbeid. Het gevolg daarvan was dat het huishoudelijk werk en de zorgtaken eigenlijk werden genegeerd en dat er een tweedeling stond in de arbeidsdeling. Waarbij dat een man werkt en de vrouw eigenlijk zorgend en faciliterend werk verrichten. En op het moment dat vrouwen steeds meer de arbeidsmarkt gaan betreden, is altijd de veronderstelling geweest dat mannen hun deel wel zouden gaan opnemen, maar dat is nooit gebeurd, waardoor dat de traditionele rollenverdeling is blijven bestaan. Nu, om de combinatie werk en gezin dan vervolgens mogelijk te maken,
kan flexibel werken daar een antwoord op bieden. Waarbij dat dus zowel ruimtelijk of met name temporele flexibiliteit geboden wordt, zodat men kan werken op plekken waar men wil en op de momenten dat men wil. Enerzijds wordt daarvan gezegd van dat is een heel goed idee, dat is een family-friendly oplossing, want het maakt het veel gemakkelijker om het werk te combineren. Anderzijds wordt er gezegd van nee, het is eigenlijk een vrij slecht idee, omdat het gaat leiden tot meer werk- en gezinsconflict, wat vooral heeft te maken met het vervagen van die twee levenssferen. En we zagen net al in de presentatie van de cijfers dat wordt aangehaald als een van de problemen van flexibel werken. Wat moeten we ons bij voorstellen? Nu, het probleem is dat op het moment dat betaald werk het huishouden weer betreedt, is er eigenlijk geen duidelijke grens, geen duidelijke afscheiding tussen het betaald werk en het onbetaald werk. En de veronderstelling is dat mensen ofwel de sferen gaan uitbreiden of sferen gaan inperken. En voor welke sfeer dat geldt, wat er verlengd wordt en wat er verkort wordt, hangt heel erg samen met de mate waarin dat mensen hun grenzen kunnen stellen, hoe sterk die grenzen zijn, met welke sfeer ze zich het meest identificeren en met welke sfeer ze de meeste prioriteit geven. Nu, dat is niet nauwter een individuele afweging. Dat soort keuzes die gemaakt worden, worden heel sterk vormgegeven door sociale normen, waaronder de gendernorm. En ik heb net gezegd, die is nauwelijks veranderd, dus we zien daar al mogelijk een conflict ontstaan. En de vrees is dan ook dat thuiswerken als een vorm van flexibel werken, waarbij dat betaald werk het huishoudelijke sfeer binnenkomt, eigenlijk niet genderevenwichtig is in zijn werking en in zijn uitkomsten. De veronderstelling is dat vrouwen meer hun huishoudelijke sfeer, dus de private sfeer, meer gaan uitbreiden, terwijl mannen juist meer de werksfeer gaan uitbreiden. Nu, tijdens de lockdown van om het COVID-virus in te perken, is er eigenlijk een heel groot sociaal experiment ontstaan, want heel veel mensen werden noodgedwongen, of verplicht zelfs, om thuis te werken. En dat gebeurde op een hele grote schaal. En de vraag nu een beetje is, heeft dat nu de gendernormen verder op scherp gezet, of is het toch zo dat op het moment dat met name mannen veel meer thuis zijn, of deze gendernormen juist zijn gaan afbrokkelen? En dat is een van de dingen die wij bestuderen aan de hand van tijdbestedingsonderzoek. Hoe deze gendernormen zich manifesteren, doen we door te kijken hoe dat mannen en vrouwen hun tijd besteden. En zoals ik al zei, dat doen we met tijdbestedingsonderzoek. En in een tijdbestedingsonderzoek, heel in het kort, maken mensen gebruik van een soort van tijddagboekjes. In dit geval waren dat was dat een app op een smartphone, waarin ze eigenlijk heel nauwkeurig noteren wanneer ze iets doen, wat ze doen, waar ze dan zijn op dat moment en met wie ze zijn en hoe lang dit heeft geduurd. Ze doen dat heel nauwkeurig, ze doen dat voor 7 op 1 volgende dagen, zodat we een goed beeld hebben van hun tijdbestedingsonderzoek. Wij zijn dit onderzoek gestart samen met het onderzoeksbureau Habits. En we zijn gestart op 24 maart, dus kort na de volledige lockdown. Het onderzoek loopt nog steeds, maar de meeste mensen hebben met name in maart en april, dus echt tijdens de lockdown, de dagboekjes ingevuld. Om nu ook te zien hoe onze tijdbesteding is veranderd in de lockdown, maken we een vergelijking met het tijdbestedingsonderzoek uit 2013. Dat is uitgevoerd door Statistics Belgium en dat is op dit moment nog de meest recente data die beschikbaar zijn. Als we dan kijken naar de cijfers die daaruit voortkomen. Laten we eerst even kijken naar hoeveel tijd van onze waaktijd, dus dat is alle tijd van de dag zonder slapen, thuis wordt doorgebracht. Dan zien we wel degelijk een niet verrassend effect van de lockdown. Zowel mannen en vrouwen besteden ongeveer 60% van hun tijd binnenshuis in 2013. En dat is tot ver boven de 80% van hun totale waaktijd opgelopen tijdens de lockdown in maart en april. De tweede vraag waar we naar kijken is dan hoeveel tijd wordt er besteed aan betaald werk en in welke mate verschilt dat? En dan zien we eigenlijk dat vrouwen tijdens de COVID-periode dat we hebben gemeten een half uur meer zijn gaan besteden aan betaald werk en mannen een half uurtje minder.
Dus die verschillen zijn niet zo wezenlijk groot. Het gaat hier over weekdagen. We hebben ook gekeken naar of dat er meer gewerkt wordt in weekenddagen. Want de veronderstelling is dat als men thuis kan werken en zelf kan plannen, dat ze dit ook gaan afschuiven van de weekdagen naar de weekenddagen. Maar we zien daar eigenlijk weinig van terug in de cijfers. In de weekenddagen wordt niet veel betaald werk verricht. Het andere grote verschil wat we in deze grafiek zien is dat het overgrote deel van de werktijd nu thuis wordt gedaan, terwijl dat voorheen helemaal niet het geval is. Als we dat uitdrukken in percentages, dan zie je dat nu om en nabij de 80%, zowel door mannen als vrouwen, van de werktijd thuis wordt gedaan. Terwijl dat slechts minder dan 10% was in 2013, dus ver voor de coronacrisis. Een andere vraag die wordt gesteld bij thuiswerken is als mensen temporele flexibiliteit krijgen, dus zelf mogen kiezen wanneer dat ze gaan werken, gaat het dan niet zo zijn dat ze op andere momenten van de dag gaan werken dan dat we gewoon zijn te doen? En als we dat plotten, dat doen we door middel van dit soort grafieken, waarbij dat over de x-as de tijd van de dag staat en op de y als het percentage mensen dat werkende dat daadwerkelijk aan het werk is, dan zie je eigenlijk dat we bij vrouwen daar niet zo heel veel verschuivingen zien in het moment van de dag waarop dat gewerkt wordt. Het meeste werk gebeurt tussen 8 uur en 6 uur 's avonds. En rond 1 uur is er een dipje wat dat een lunchbreak of een middagpauze weergeeft. Maar het overgrote deel van het werk gebeurt nog altijd op de dagdelen, 's ochtends en 's middags. Bij mannen zien we dat ook. Al zien we wel een kleine piek nog van een 10% van de mannen die ook 's avonds aan het werk is. Maar ook hier valt dat binnen wat dat we ook zouden zien als we naar de data van 2013 kijken. Dus het is niet zo dat het werk in één keer veel ongestructureerder wordt en op andere momenten van de dag wordt gedaan. Kijken we dan naar het huishoudelijk werk, dan zien we dat. Dit zijn de cijfers enkel van het COVID-onderzoek. Dan zien we dat vrouwen meer huishoudelijk werk doen dan mannen, zowel op een weekdag als een weekenddag. Het gaat om ongeveer een half uur verschil op beide dagen. Maar we zien ook dat vrouwen veel meer tijd besteden aan routinematig huishoudelijk werk dan mannen dat doen. Nu, dat is belangrijk, want routinematig huishoudelijk werk is het huishoudelijk werk en de zorg voor kinderen die heel specifiek is in termen van dat het op vaste momenten van de dag moet gebeuren, dat het niet uit te stellen is, dat het telkens weer terugkomt. Je kunt je voorstellen dat de kinderen moeten bijvoorbeeld elke dag eten krijgen, moeten elke dag naar bed gebracht worden, ze moeten elke dag van school gehaald worden, er moet op bepaalde momenten moet er een keer gewassen worden of moet een keer het huis gekuist worden. Dat is routinematig, omdat dat heel lastig uit te stellen is. En dat zijn vaak taken die veel meer op de schouders van de vrouwen liggen dan bij mannen. En dat zien we in de cijfers ook terug. Als we dat vergelijken met 2013, dan zien we misschien wel opvallend dat vrouwen bijna een uur minder per week aan huishoudelijk werk besteden dan ze in 2013 deden. Het vermoeden daar is dat het te maken heeft met een aantal taken die wegvallen, die vooral door vrouwen worden gedaan, zoals het brengen van de kinderen naar school of naar de sportclubs, omdat met het sluiten van de scholen en het dichtgaan van de sportclub dat nu minder noodzakelijk was. Bij mannen zien we eigenlijk geen verschil tussen de hoeveelheid tijd die ze besteden in 2013 en tijdens de lockdownperiode. Dus dat is misschien een beetje teleurstellend in de wetenschap dat ze een veel groter deel van hun tijd thuis besteden. Anderzijds zien we wel dat mannen ten tijde van COVID, ten tijde van de lockdown, een iets groter deel van het iets meer routinematig huishoudelijk werk doen dan ze voorheen deden. Dus iets meer van wat te boek staat als typisch vrouwelijke huishoudelijke taken op zich nemen. In percentages zien we dat voor vrouwen nauwelijks verandert. Driekwart van hun tijd die ze aan huishoudelijk werk besteden zijn routinematige taken. Bij mannen gaat het van de helft van hun tijd naar 2/3. Dus daar zien we een klein lichtpuntje in het veranderen van de arbeidsdeling van mannen en vrouwen. Nu, we hebben in dat onderzoek ook gevraagd
aan de mensen, de deelnemers, om aan te geven in welke mate ze tijdsdruk ervaren. En tijdsdruk meten wij op basis van een aantal items die we mensen voorleggen, die ze dan scoren op basis van helemaal mee eens tot helemaal niet mee eens. En dat zijn vragen als: er zijn te weinig dagen in een, te weinig uren in een dag, ik raak nooit bijgewerkt of ik moet meer doen dan ik kan. En daar valt wel iets op. Daar valt op dat zowel twee dingen eigenlijk, zowel voor vrouwen als mannen, de tijdsdruk minder wordt tijdens de lockdownperiode dan voorheen. Dan zouden we onder andere kunnen verklaren dat het feit dat er minder rondgereden hoeft te worden, omdat scholen en sportclubs en ook het werk allemaal stil lag, of in ieder geval binnen zijn huis gebeurde. Maar we zien ook dat de tijdsdruk voor mannen wel aanzienlijk verder naar beneden gaat dan die voor vrouwen. En dat is misschien toch wel een signaal dat het met name de vrouwen zijn die proberen het thuis allemaal in het werk en het onbetaald werk in goede banen te doen leiden. Dus ter afsluiting zien we dat in ieder geval op basis van onze cijfers het thuiswerken en de gendernormen niet verder op scherp worden gezet. En dat er al toch een kleine reden is tot optimisme. Maar we zien ook aan de cijfers dat de gendernorm vooral heel erg hardnekkig is. Want zelfs in tijden waarin dat mannen veel tijd thuis doorbrengen, blijven de keuzes voor een gendergelijke verdeling toch in grote mate uit. En in het begin zei ik dat juist die keuzes die gemaakt worden heel sterk vorm krijgen door heersende normen, en ook sociaal beleid speelt daar een rol. Dus wat ik als take-home message zou willen meegeven op basis van de cijfers die we hier hebben, dat als we denken over flexibel werken, dat het heel belangrijk blijft om op mesoniveau komaf te maken met bedrijfsculturen die een ideale werknemer verheerlijken, die zijn werk prioriteert boven alles, of die nadelige gevolgen doen kleven aan de keuzes van vrouwen of mannen om binnen het bedrijf gebruik te maken van gezinsvriendelijke maatregelen. Daarnaast blijft het ook belangrijk, met name dan voor beleidsmakers op macroniveau, om niet enkel die arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen. Het is niet zo dat een bijproduct van dit beleid te leidt dat mannen thuis meer doen, maar ook te richten op de participatie van mannen in het huishouden. En tot slot, ja, we zien dat COVID-19 meer mannen in het huis heeft gebracht en dat er een lichte verandering is van die arbeidsverdeling, wat dat positief is. Maar we zien ook wel dat er nog veel meer moet gebeuren om die arbeidsverdeling, ongelijke arbeidsverdeling, volledig weg te nemen. Tot zover. Oké, dankjewel Teun. Heel interessant en inderdaad, er is nog werk aan de winkel. We hebben momenteel nog geen vragen binnengekregen, maar ik nog een keer een oproep aan de deelnemers. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust in de chat. We hebben nog wel daar ruimte voor gelaten. Kan ook tijdens de presentatie en dan bundelen wij ze zeker en kunnen wij ze daarna nog eens stellen. Er komt nog niets binnen, dus ik ga voorstellen dat we verder gaan naar de volgende spreker. Dat is Cindy en Chris van Capgemini. Dan kunnen zij ook, voilà, aan jullie het woord. Ah, we hebben toch een vraag binnengekregen. Cindy, ik ga nog even jou on hold zetten. Teun, we hebben een vraag binnengekregen van Etienne Devaux van Boza. Waren de respondenten koppels waarbij beide partners telewerkten? Niet noodzakelijk. Die zullen er ook wel tussen zitten, maar het zijn alle mogelijke vormen van samenleven die hebben ingeschreven voor de studie. Nu, de studie was er eentje omdat we gebruik maakten van convenient sampling. Dus we hebben het gepresenteerd in de traditionele en in de sociale media om een oproep te doen om mensen deel te nemen. Dus ik kan ook niet zeggen dat het 100% een afspiegeling is van de totale Belgische bevolking in dit geval. Maar we hebben toch alles bij elkaar 3700 dagboekjes bijeenverzameld. Dus ik denk dat we wel met onze cijfers een goede schatting kunnen maken. Ja, ja.
Goed. Nog een vraag gekregen, ik ga er nog even verder op in, van Jolien Pollet. Zijn er ook gegevens over mensen die niet konden telewerken tijdens corona? Bijvoorbeeld vrouwen die in de zorg werken en waarvan de partners dan plots het huishouden en de zorg voor kinderen op zich moesten nemen. Ik weet niet binnen jouw onderzoek, Teun, maar of dat jij weet hebt van andere onderzoeken? Binnen het onderzoek, dat is zeker mogelijk om uit te gaan. We hebben nu een globale presentatie gegeven van de cijfers. Maar uiteraard, er zijn werknemers die niet kunnen thuiswerken. Mm-hmm. En wat natuurlijk voor andere problemen stelt dan voor degenen die dat wel kunnen. Die gegevens zijn er, maar ik heb daar geen cijfers van bij de hand. Oké, dus die kunnen we misschien nog later wel even delen. Oké, nog één vraagje en dan gaan we verder met de presentaties. Een vraagje van Hildegard, een collega van ons, van het instituut. Ging het om individuele respondenten of deed telkens het hele gezin mee vanaf een bepaalde leeftijd? Nee, het is niet zoals in het onderzoek zoals dat door Statistics Belgium wordt georganiseerd, waar dat echt een steekproef wordt getrokken op het Rijksregister en dus een veel betere verspreiding is en er wordt gevraagd of dat huishoudens volledig deelnemen. Dit waren allemaal individuen die zich intekenden voor ons onderzoek. En waarbij dat we voor gezorgd hebben, dus de vergelijking met de cijfers met 2013 is dusdanig gedaan, dat we de samples, dus de steekproeven die we hadden, dat we die gematcht hebben op een aantal sociodemografische criteria. Oké. Bedankt, Teun, voor de verdere duiding. We krijgen nog vragen binnen, maar we gaan die zeker bijhouden en bundelen. We gaan kijken of we die later nog kunnen aan bod laten komen. En anders gaan we zeker die nog via mail doorsturen. Maar dan geef ik graag het woord aan Cindy en Chris van Capgemini. Ja, lukt dat? Ja, zeker en vast. Jullie kunnen mij horen? Ja, ik kan je horen. Ziezo. Ik wacht even op mijn collega Cindy. Ik vermoed dat Cindy ook in de call is. Ik kan het helaas van hier niet zien, maar welkom in elk geval. Ik zal de presentatie met de eerste slides beginnen. En ik denk dat Cindy die ook behandelt, dat zij die ook doorklikt. Cindy? Jullie mee? Hallo? Ja, hallo. Nu zien we jou. Ja, maar horen jullie mee? Ja, zeker en vast. Ah, perfect. Ja, ik denk dat ik een probleem had met mijn koptelefoon, dus mijn excuses. Moet ik beginnen, Chris? Of, ik zal de eerste slides doen en dan spring je in. Hè. Dus als je gewoon even doorklikt, dan beginnen we eraan. Voilà donc le contenu de notre présentation. Je vais switcher un peu entre le néerlandais et le français. D'abord, une introduction de Capgemini que je vais faire moi-même. Alors, la présentation de Women at Capgemini sera faite par Cindy, évidemment. Aussi, les actions sur Women at Capgemini et l'initiative ou les initiatives que nous prenons avec Women at Capgemini sera présentée par Cindy. Et par après, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oké, dit is een korte Capgemini is. In korte woorden, want er staat heel veel op deze slide. Wij zijn een multinational, oorspronkelijk opgericht in Frankrijk, maar uiteraard nu wereldwijd verspreid met een heel grote omzet van 13,2 miljard euro wereldwijd. Dat zal dit jaar nog een beetje meer zijn, omdat we ook de acquisitie hebben gedaan van Altran, niet echt belangrijk in dit perspectief. Maar de slide geeft u een overzicht van wie Capgemini eigenlijk is. Hier in België. En Cindy, dan mag je naar de volgende slide gaan. Hier in België inderdaad zijn we met iets meer dan 1000 werknemers. We zijn hier aanwezig met verschillende brands. Dus Capgemini is niet alleen Capgemini, er is ook Sogeti, Capgemini Invent. Dat zijn onze collega's die aan consulting doen. Wij zijn al, en dit is wel al relevanter, voor de 15e maal geselecteerd als een
top employer. We zijn een multinational die vooral voor grote klanten werkt, dus niet voor KMO's. Dat kan je hier ook zien. En we hebben ook tal van kwaliteitscertificaties op het vlak van onder andere ook sustainability. De ISO 14001 is die rond sustainability. Zo zitten we een beetje in elkaar. Het is een complexe structuur. Donc c'est une structure qui est assez complexe. Mais nous avons notre staff que vous voyez en bas. Des unités qui supportent les strategic ou les business units qui se composent de Capgemini, de Sogeti. Le Luxembourg est aussi inclus dans les opérations belges. C'est quelque chose de spécifique pour Capgemini. Vous savez, chaque entreprise est organisée de sa façon. Et la même chose, évidemment, pour la Belgique. Zoals u ziet, we hebben hier ook een aantal support units, onze staff. En binnen marketing en communicatie en HR zit ook het geheel van corporate social responsibility. Dat van daaruit mede gestalte wordt gegeven. Alors pour moi, dan laat ik het graag aan zien. Merci beaucoup, Chris. J'ai l'honneur aussi de vous présenter un peu notre initiative au niveau global, mais qui est aussi implémentée au niveau local, dont je suis la représentante en Belgique. C'est en fait la communauté Women at Capgemini. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est vraiment important à souligner que cette communauté est vraiment soutenue par notamment par le management, mais également par les employés en Belgique, comme d'autres pays dans le monde. En fait, ce programme a été lancé par Isabelle Rochenu en 2012. Et en fait, c'est vraiment fondamental pour nous qu'on veut donner en fait l'égalité des chances et d'opportunités à tous nos employés. Et également, à l'aide de cette communauté, en fait, faire un levier pour tous les talents qui sont dans notre entreprise. Et en fait, aussi pour nous, l'objectif principal pour nous est en fait le changement aussi global des mentalités, parce que c'est à l'aide de ce changement de mentalité qu'on pourra nous avoir un engagement très fort envers notre entreprise, c'est-à-dire peut-être à l'aide de role model, mais aussi avec tous les partenaires qu'on travaille ensemble. Et alors aussi, pour vous dire aussi pourquoi Women at Capgemini, en fait, cette communauté souhaite avoir plus de balance, on va dire plus d'équilibre et aussi plus d'inclusivité dans notre environnement. Pas uniquement chez Capgemini, mais aussi en dehors de Capgemini. C'est pour ça que nous aussi, on est aussi là, par exemple ici, pour ce webinaire, pour démontrer ce qui est vraiment important pour nous, dont plus d'équilibre et des inclusivités. On a aussi vu dans notre entreprise, mais aussi à l'aide de plusieurs recherches, en fait, que c'est vraiment aussi un plus de diversité, car cela peut donner plus d'innovation ou accélérer aussi le business dans une entreprise et dans une société. Donc aussi plus d'innovation et alors avoir plus de valeur aussi. Et selon nous aussi, cela en fait nous aide aussi à avoir une collaboration plus étroite avec toutes, comme vous avez vu dans le slide précédent qui a été démontré par mon collègue Chris, notre entreprise a plusieurs niveaux et plusieurs antennes. Et ça démontre aussi qu'avec l'aide d'une globale, on peut aussi améliorer la collaboration entre nous. Et aussi, ça améliore aussi le commitment, aussi l'engagement de nos employés. Alors ici, comme on avait déjà démontré dans la partie 2, on va parler plus à propos des actions que nous, on a entamées ou déjà fait et exécutées cette année autour du Covid. On a voulu en fait les diviser en deux thématiques. La première, c'est le Power of One des initiatives, et la deuxième sera plus au sujet des inclusions et de la diversité. Quand on regarde de plus en détail dans les initiatives Power of One, on a voulu mettre trois activités ou actions en valeur. La première, c'était le One Voice of Communication, c'est-à-dire une voix de communication.
on a aussi été plus, on va dire, plus virtuel en tant qu'entreprise. Et il y a aussi un nouveau concept qui a été, une nouvelle stratégie qui a été mise à distribution de notre entreprise, qui s'appelle Safe Harbor. Alors, le premier point qu'on a parlé, c'était un point officiel ou un canal officiel de communication. Comme on souligne ici dans cette diapositive, notre entreprise a plusieurs antennes et pour Capgemini Belgique, c'était vraiment, vraiment important d'avoir un canal de communication. Comme ça, il n'y a pas d'interprétation possible. Et c'est pourquoi que, alors, à l'aide de la collaboration avec Chris Potet, qui est Head of Marketing et Communication, ils ont entrepris cette action. Et alors, comme moi, comme chaque employé, on a vraiment reçu les directives et toutes les astuces de la part de ce service central pour ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire pendant la période Covid, c'est-à-dire encore dans cette période, et aussi avoir des tips and tricks, etc. L'entreprise Capgemini Belgique a aussi décidé de en fait, renforcer quelques mesures. Par exemple, c'était dans nos locaux, comme a été stipulé par le gouvernement fédéral, au lieu d'une distance de 1,5 mètre entre chaque employé, on a renforcé vers 2 mètres. Il y a aussi eu, on a toujours notamment, une personne qui est vraiment à charge pour la période Covid, qui regarde que tout se passe bien, c'est-à-dire un business developer. Et en fait, lui aussi, à l'aide aussi des services centrales, a pris en main la réorganisation de notre entreprise. Quand je parle de réorganisation, je parle vraiment des locaux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment regardé ensemble quels locaux est-ce qu'on peut utiliser, si oui, on peut l'utiliser, combien de personnes peut-on avoir dans ce local, par exemple. Et alors aussi, pour nous, c'était vraiment primordial que la santé de nos employés était vraiment primordiale et naturellement aussi de nos partenaires. Quand on regarde au plus au numéro 2, c'est-à-dire aussi rendre Capgemini un peu plus virtuel, je veux dire ça comme ça. Naturellement, on avait déjà connaissance, par exemple, de l'outil Teams, mais on a vraiment utilisé plus en plus ces outils pour nos meetings, on va dire, internes, mais aussi externes. Un des exemples, c'est par exemple le Pressinurse, qu'on a aussi avec nos partenaires externes. Une chose qu'on trouvait aussi vraiment importante, c'est comme dans chaque entreprise, on a naturellement aussi des personnes qu'on recrute et qui commencent dans notre entreprise. Il est vraiment important qu'ils ont aussi également, on va dire, que leur welcome, on va dire, quand ils rentrent dans notre entreprise, qu'ils se sentent vraiment attendus, la bienvenue, etc. Et c'est pour ça aussi que dans notre entreprise, on a mis vraiment beaucoup d'énergie aussi dans les sessions d'onboarding de nos nouveaux employés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été pris à cœur par notre entreprise. D'autres choses aussi pour les personnes naturellement qui sont dans notre entreprise, qui sont déjà employées. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on avait déjà une belle panoplie de cours en ligne qui étaient mis à disposition de nos employés. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on en a mis encore plus à disposition de nos employés. Par exemple, Coursera, on a maintenant un partnership avec eux. Et également, ceux qui n'étaient pas, par exemple, des classrooms, des trainings en classe, on va dire ça comme ça, on les a mis aussi à disposition de nos employés et on les a fait en fait aussi en ligne. Ce qu'on a aussi fait, c'est parce que c'est vraiment important, naturellement, le business et la bienvenue de nos collègues, mais naturellement, comme a souligné aussi au début de cette présentation webinaire, c'était vraiment important aussi le lien, on va dire, social entre les collègues. C'est pour ça que notre entreprise a aussi mis à cœur d'organiser, par exemple, des coffee breaks virtuels. Comme ça, on avait l'opportunité de revoir des collègues que normalement, on ne les revoit plus parce qu'on n'est pas sur le même projet ou parce qu'on n'est pas dans la même entité. Et aussi la possibilité aussi d'organiser aussi des breakout rooms. C'est un peu plus long parce que des virtual breakout coffee, c'est un peu 15 à 30 minutes. Et des breakout rooms, c'est vraiment plus long où on peut parler, par exemple, d'un certain sujet qui nous tient à cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que notre entreprise a mis sur pied.
une autre stratégie dont Chris-Poté pourra peut-être après plus donner plus de détails, c'est le Safe Harbor. C'est en fait vraiment important. C'est une nouvelle stratégie qui a été mise sur place durant la période Covid. En fait, c'était une réflexion. Une réflexion de l'objectif en fait, de Capgemini envers les employés, mais également envers la société d'aujourd'hui et de demain. Et c'est en fait à l'aide, que peut-être que vous connaissez, de notre sept, on va dire, de nos sept valeurs fondamentales, que vous voyez ici également sur la diapositive, on s'est dit, on va commencer de ces sept valeurs et on va regarder ce qu'on peut faire aussi pour nos employés, pour nos partenaires. Et en fait, une des conséquences qui peut être, alors, qui est vraiment importante ici pendant ce webinaire, c'est on a vu aussi que ça pouvait avoir un plus pour la diversité et l'inclusion. Un peu plus de détails à propos de ce concept, de cette stratégie. En fait, on a voulu donner un écosystème sécurisant envers nos employés et partenaires. En fait, une petite image, en fait, par exemple, quand il y a vraiment une tempête, les bateaux, ce qu'ils font, en fait, ils ne veulent plus aller en mer, mais ils rejoignent en fait le port pour en fait, pour pas avoir de, on va dire, pour se protéger des intempéries. Et en fait, c'est cette image-là qu'on veut en fait transfigurer en fait envers nos employés. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une crise, par exemple, comme nous, on a maintenant une crise sanitaire, c'est le Covid, mais on aurait pu avoir une crise, par exemple, quand j'étais, par exemple, 1 ou 2 ans chez Capgemini, il y avait une crise terroriste aussi à Bruxelles. En fait, donner en fait, un système, un écosystème en fait, à nos employés et à nos partenaires pour qu'ils puissent y réfugier en temps de crise. Et en fait, pour nous, c'est vraiment important. De faire ceci pour eux et en fait aussi à l'aide de ce port de en fait avoir toujours ce lien avec nos partenaires de business, avoir toujours cette connectivité entre nos plusieurs stakeholders mais également avec nos employés et rester en contact très social avec eux et aussi encore délivrer notre expertise envers eux. Et alors, pour aujourd'hui, en fait, naturellement, pour le Covid, ce qui était un peu plus important, les flux, c'était naturellement la gestion people management et également le travail de ses soins. Je ne sais pas si Chris, tu souhaites ajouter quelque Cindy, chose. Cindy, oui. Je me permets, encore 2 minutes, d'accord? Et ensuite, d'accord. On passe à l'autre intervenant. Merci. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas allez-y, si Chris... Allez-y, Cindy, allez-y. Oui. Alors aussi, maintenant, c'est plus à propos des actions d'inclusion et de diversité. Je vais aller un peu plus vite. Ce que je voulais souligner, c'était en fait que Women at Capgemini, en tant qu'une initiative globale et initiale et locale, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est par exemple, ils ont donné un manuel à chaque employé qui pouvait avoir des tips and tricks pour savoir comment qu'ils pouvaient, pour les aider dans cette période en fait de teleworking avec 4 thématiques. Nous avons aussi, pour avoir une connectivité sociale avec les collègues, on a aussi implémenté une playlist sur Spotify et aussi un cookbook, un livre de cuisine. Comme ça, il y avait un lien social, mais aussi on apprenait de nouvelles personnes à connaître par l'aide notamment de les voir cuisiner et aussi de connaître leurs recettes, on va dire, nationales. Aussi, pour moi, au niveau local, ce qui était vraiment important que je voulais souligner durant cette présentation, c'est notre initiative Women in Delivery, qui en fait en Belgique, c'est Diversity in Delivery. En fait, on veut aider en fait les femmes à accélérer en fait leur carrière ou leur potentiel dans l'entreprise. Et en fait, c'est à l'aide de 3 communautés, parce qu'on n'est pas la seule communauté en Belgique, Women at Capgemini, mais il y en a d'autres aussi, par exemple Engage Managers. En fait, on veut essayer les femmes à les aider dans notre entreprise et également à les faire développer dans notre entreprise et aussi à attirer d'autres femmes à venir chez nous. Et aussi, c'est vraiment important aussi, à l'aide de ceci, d'avoir un commitment de nos employés, par exemple, en montrant que ce sont des femmes très inspirantes et aussi, elles peuvent montrer que ce sont des modèles pour tous, parce que tout le monde peut être un modèle pour chacun. Ici, quelques exemples aussi que vous pouvez voir qu'on a implémenté au niveau global et qui sera également implémenté en Belgique. Et alors, une autre chose qui était vraiment importante aux yeux, c'était en fait, on a demandé le commitment aussi de nos employés à l'aide d'un jeu, on va dire, d'un
d'un questionnaire. En fait, on a demandé aux gens de faire une compétition, et alors internationale, c'est-à-dire que moi j'étais coach d'un groupe de 5 personnes issues de différents pays, et en fait ils devaient répondre à une question en français, c'est comment améliorer l'équilibre entre les sexes et Kabimini dans les environnements socio-économiques actuels. Ce qui était vraiment intéressant à voir aussi les résultats, parce qu'on avait montré aussi que en fait les gens, les femmes et les hommes travaillent plus chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont en fait plus d'ouverture à trouver un autre travail parce qu'ils ne doivent plus aller par exemple à Bruxelles de chez Namur par exemple. Ils peuvent aussi, il y a une nouvelle méthode de travail aussi, c'est-à-dire comme on a déjà souligné Peter, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi, il y a une nouvelle manière de travailler. Et en fait, le travail chez soi peut avoir une implication aussi négative au niveau des violences domestiques. Et c'est pour ça en fait que une des propositions qui a été faite, c'était vraiment inclure en fait en ligne un sort de portail où que les femmes, et notamment aussi les hommes qui veulent soutenir les femmes, peuvent également avoir, par exemple, plus facilement retrouver des rôles modèles envers tout le monde entier, avoir l'opportunité aussi d'avoir une personne de contact plus facilement pour parler, de, par exemple, de leurs problèmes chez eux, aussi avoir l'opportunité d'avoir de plus en plus de feedback, on va dire, pas que, par exemple, une fois par an, mais avoir plus, par exemple, tous les mois ou tous les 3 mois, un feedback plus actuel de leur travail, et aussi avoir plus la chance aussi de grandir dans leur carrière. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai un peu été plus vite à la fin hein, parce que le temps y était, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Dankjewel, Cindy. Er zijn een paar vragen gekomen inderdaad in de chat, maar ik ga een beetje kijken naar de tijd. Misschien kan je in de chat erop antwoorden of ze bekijken, maar we gaan toch misschien verder gaan naar de volgende spreker. Zullen we bekijken of we op het einde nog tijd hebben om deze te behandelen? Oké. Kan jij je scherm... Ja, voilà. Dan kunnen we verder gaan naar de volgende spreker. Dat is Alexandra Limage van Sprint Transport. Goed, horen jullie mij allemaal? Ja. Oké. Goedendag iedereen. Ik ben Alexandra Limage, zaakvoerster van Sprint Transport, een transportbedrijf dat gevestigd is in Houthalen-Helchteren. Ooit ben ik gestart in 1999 als chauffeur. Ik heb heel West-Europa doorkruist. Ik heb alles uit de basis geleerd. Ik had op dat moment een baas die dat een aparte aanpak had. En daar heb ik vooral geleerd hoe het niet moest. Ik zei ook altijd, wat hij doet, zou ik anders doen en beter kunnen. Nu, ik heb mijn kans gezien. In 2008 is dat bedrijf om falen gegaan en zijn we met 15 mensen gestart. Mijn aanpak was van, we gaan hier zorgen voor een team dat echt aan elkaar hangt. En ja, dat was eigenlijk mijn belangrijkste uitdaging. Nu wist ik veel dat het moment dat ik gestart was helemaal niet zo goed gekozen was, want ik bleek zwanger te zijn van onze jongste. En er brak een mondiale bankencrisis uit, waardoor dat we dat jaar geëindigd zijn met een echt fors verlies. Ik ben toen het jaar daarna begonnen in plaats van een nieuwjaarsreceptie met de mensen bij elkaar te roepen. En wat heb ik daaruit geleerd? Dat is dat communiceren met de medewerkers ontzettend belangrijk is. Door hun te vertellen welke problemen, welke uitdagingen er zijn, kan je voort naar oplossingen zoeken. Vandaag de dag zijn we met 45 werknemers, hebben we een vloot van op dit moment 34 recente voertuigen. Onze core business is de distributie van allerhande goederen, zowel banden, bier, kranten, kleding, maar ook gesteriliseerde operatietools en prothesen die we naar de ziekenhuizen in België en Luxemburg transporteren. Ons team bestaat uit een zeer diverse groep met medewerkers. Dat zijn zowel mannen als vrouwen die met de vrachtwagen rijden. Onze jongste medewerker is 19 en onze oudste is er 70. En die denkt voorlopig nog steeds niet om op pensioen te gaan, want hij vindt het veel te leuk om nog op de baan en onder de mensen te komen. Dus waar zijn we naartoe gegaan met heel de periode van de lockdown? Dat is voor iedereen een slag geweest, ook voor ons, want de Veiligheidsraad besliste dat ineens het land in een lichte lockdown ging. En er viel echt werkelijk van vandaag op morgen viel alles stil. We hadden nog mondjesmaat ons vastwerk, maar bijvoorbeeld voor de retail waar we de H&M-winkels beleverden, daar viel alles meteen stil. Dus we hadden heel wat mensen die plots zonder werk kwamen te zitten en die we economisch werkloos moesten zetten.
En dat bracht heel veel vragen met zich mee. Nu ook voor mij als werkgever, want ik ben daar die eerste 2 weken echt doorgesukkeld. Ik luisterde van wat zijn de ideeën, wat dat er naar de toekomst gaan zijn, welke veranderingen gaan er komen. Maar ik werd eigenlijk alleen maar omringd door negatief nieuws. En dan heb ik voor mezelf uitgemaakt, ik heb met onze manager samengezeten en ik zeg, we gaan een andere aanpak starten vanaf maandag. We gaan zowel de klanten als ook de medewerkers informeren. Waar zijn we mee bezig? Hoe werkt dat achter de schermen? Waar kijken we tegenaan? En ik ben gestart met alle mensen individueel te spreken. Nu kon ze niet bij mij op bureau uitnodigen, omwille van de social distancing. We zaten wel ver genoeg uit elkaar, maar ik dacht, ja, we kunnen het ook wel individueel doen. Dus ik heb chauffeur na chauffeur opgebeld, hun gevraagd van hoe is het met jullie thuissituatie gesteld? Zijn er problemen naar opvang toe? Ik ga de punten die hier op de slide staan eventjes één voor één doorlopen. Dus eerste instantie was het ontzorgen van de mensen, een luisterend oor bieden, kijken van waar kijk jij tegenaan? Waar heb jij bang voor? Wat zijn jouw uitdagingen op dit moment? Veel mensen hebben dan jonge kinderen, dus dat was dan heel moeilijk om nog aan het werk te gaan, omdat ja, zowel man, vrouw, 1 van de 2 zou moeten werken. Hoe hebben we dan gekeken van een ander uurrooster in te zetten, te zien of er ergens inhaalrust gegeven kon worden, werken met 1 week dat bijvoorbeeld de partner aanwezig was en dat de chauffeur later kon starten. Of juist vroeger, en dat we op die manier een manier gevonden hebben om toch te kunnen blijven werken. Het was echt wel belangrijk om daarin te blijven luisteren waar dat ze naartoe keken. Nu, we zijn altijd heel flexibel geweest. We hebben de planning altijd gemaakt, rekening houdend met de gezinssituatie van iedereen. In die zin van, bijvoorbeeld iemand heeft hobby's of moet omwille van een situatie dat de persoon gescheiden is, instaan week om week voor de zorg van de kinderen. Dan keken we van, ja, op die manier kunnen we makkelijker inplannen. De week dat er geen kinderen zijn of waar dat niet moet zorg gedragen worden voor iemand, dan kan die persoon later werken en dan wordt er een deel inhaalrust gegeven de week erop volgend, zodat het work-life balance toch in balans blijft. Er waren ook een heel aantal mensen die wat te veel uren hadden gedraaid in de voorafgaande maanden, dus die hebben we thuisgelaten. Er was één chauffeur van ons die zei van, ik heb zoveel schrik om te werken, want ja, we weten niet hoe dat het is met de besmettingsgraad en van waar het vandaan komt, ook omdat wij leveren in de ziekenhuizen. En op dat moment heel veel ziekenhuizen echt wel corona-afdelingen hadden waar dat we dan onze karren moesten gaan zetten. Nu heb ik met hem samengezeten en hebben we als oplossing kunnen bedenken van ja, hij neemt een volledig ouderschapsverlof op, zodat zijn partner wel nog kon gaan werken en hij kon instaan voor de zorg van de kleine baby. En ja, op die manier liep dat allemaal goed. We zijn blijven met elkaar bellen. Er waren ook dikwijls mensen die aangaven van na een aantal weken van ja, kijk, ik begin mij stilaan te vervelen. Ik denk dat als ik mits de veiligheidsvoorschriften gevolgd worden, wel klaar ben om terug het werk aan te gaan vatten. En dan hebben we als werkgever gekeken van goed, we gaan zorgen dat dat mogelijk is. We hebben ook intern heel wat opleidingen gegeven. We hebben een wagen van ons, daar hebben we een scherm laten inzetten, zodat opleidingen toch nog in een veilige omgeving konden gebeuren. Mits alcoholgel, mondmasker, de voertuigen werden ontsmet. Ieder kreeg ook plots een eigen wagen. Indien dat er toch van wagen moest gewisseld worden en het kon niet anders, ja, dan werd die wagen volledig ontsmet. Maar het heeft ons ook als team en als bedrijf de kans gegeven om na te gaan denken over innovatie. Hoe gaan we de problemen anders aanpakken? Waar staan we nu? Hoe gaan we daar naartoe? En er eigenlijk mee bezig te blijven, dag na dag, stap per stap. En ja, daarin mee te gaan voor er telkens een oplossing voor te vinden. En dat liep eigenlijk heel goed, want er zijn toen heel wat nieuwe ideeën gekomen. Hier bij ons op kantoor, onze manager en ik, we zijn alle dagen aanwezig gebleven. Nu de planners, we waren met te veel mensen, er was eigenlijk heel weinig werk op dat moment. Dus ja, dan hebben we een beurtrol ingelast en dan hebben we ook gekeken van welke dagen voor jullie. En dan maakten we daar wekelijks een schema van op. En dat verliep eigenlijk heel goed. Belangrijk heb ik altijd gevonden om problemen en vragen die zich voordoen ook met de medewerkers te bespreken. En daar kwamen dan al heel snel oplossingen voor. Of er werd over gesproken en die kwamen met hele goede ideeën af, voordat wij zoiets van hadden van, daar hadden we zelf nog niet helemaal over nagedacht. Maar dat is inderdaad een aparte inkijk en
zeer interessant om op voor te gaan. Op die manier hebben we dan de communicatie met de personeelsleden ten alle tijde bewaard, maar ook met de klanten, want het was uiteindelijk ook wel belangrijk om te weten van, zijn ze volledig stilgevallen? Gaan ze nog terug opstarten? Werken ze nog mondjesmaat achter de schermen? En met daarnaar te luisteren hebben we daar ook weer nieuwe banden door geschept en zijn we zelfs ingestapt op de digitalisering. Op een gegeven moment kregen we vaak te horen van ja, we willen liever geen vrachtbrieven meer aftekenen. We willen het contact zo ver mogelijk houden met de chauffeur die de levering komt doen. En dan hadden we zoiets van ja, goed, daar moeten we ook op voortgaan. En dan zijn we overgestapt op de digitale vrachtbrief. Dus dan werd er gewerkt met een app op de gsm waar dat dan de vrachtbrief op stond, zodat er niet meer fysiek moest afgetekend worden. Wat ook makkelijk was, want daar konden foto's aan toegevoegd worden aan het dossier. En van het moment dat het afgeleverd was, kreeg onze klant automatisch in zijn mailbox wat dat er mee gebeurd was. Voor de rest, ja, we hebben ons heel flexibel opgesteld naar de werktijden, want het is voor iedereen zijn situatie anders. En dan is het zeer opportun om te kijken hoe wij als werkgever daarin mee konden gaan, van wie kan wanneer werken. En het waren bij momenten creatieve planningen, zeker toen dat de lockdown verminderd werd, dat het versoepeld werd, want dan was het net alsof er iemand in de lucht schoot. En het werd van vandaag op morgen ontzettend druk, dus ja, toen was het echt wel iedere persoon terug inschakelen meteen. En zelfs op 2 weken tijd hebben we toen moeten zorgen voor 7 nieuwe werknemers. Dat heeft heel wat uitdagingen met zich meegebracht, maar we zijn er als bedrijf en zeker als team veel sterker uitgekomen. Want we zitten nu met diverse WhatsApp-groepen waar dat van alles in besproken wordt. En ze weten ook dat ze, wanneer er een probleem is, dat er altijd wel iemand is binnen de organisatie, ofwel ikzelf of onze manager of een vertrouwenspersoon, waar dat mee kan gesproken worden. En dat heeft ons zoveel sterker en rijker gemaakt. En ik ben echt terecht fier op onze mensen en onze manier van werken. We zijn geen grote organisatie, maar kleintjes, daar kunnen ze waarschijnlijk ook wel veel sneller reageren en ageren. En dat is ook niet te onderschatten. Voor de rest, ja, met de 7 tijd die we hadden, zijn we over heel wat dingen aan het nadenken geweest. Ook naar strategie voor de toekomst toe. Hoe gaan we het aanpakken? We zijn alles beginnen uitschrijven. We zijn echt handleidingen en gidsen beginnen maken. We hebben ons eigenlijk meer coronaproof gemaakt, mocht er in de toekomst nog iets gebeuren in deze zin. En we zijn intussen ons verder aan het verdiepen in onze ISO 13485 voor medical devices, waar dat we hopen eind dit jaar een audit van te kunnen laten doen, zodat we ons verder kunnen verdiepen in de branche van de medische sector. We zijn ook aan het kijken voor de vloot helemaal te optimaliseren en te veranderen. Dus ik ben een aantal voertuigen die dat weinig gebruikt werden of waar niet veel vraag naar was, zijn we gaan we verkopen. En we gaan in de toekomst naar een uniformiteit, dus dat we enkel eigenlijk nog bakwagentjes hebben waar 8 euro paletten in passen en grote vrachtwagens van 18 meter die dat volledig dicht zijn, waar dat ook voor de medische sector meegereden kan worden. En dat is het eigenlijk in een notendop. Ik ben aan het zien wat ik hier nog neergeschreven heb. Ik weet niet, misschien zijn er vragen al op dit moment, dan zou ik het graag horen. Ja, we hebben in de chat nog geen vragen gezien. Nu hebben we er eentje. Het is eigenlijk geen vraag. Het is een mededeling van Lien Plassaert. Als ik die naam goed uitspreek, mijn excuses anders. Interessant om een soort goede praktijken op te stellen voor flexibiliteit, flexibel werken. Dat is zeker en vast zo. Ik zeg altijd, het grootste deel van de dag breng je al werkend door. En het is dan zo ontzettend belangrijk om als werkgever een fijne sfeer te creëren. De mensen te begrijpen en dat het eigenlijk een wisselwerking is. Want als ik morgen ineens heel veel werk heb en ik wil eens iets extra vragen, dan wordt dat ook dikwijls aangenomen van goed, we doen dat nog wel even erbij. En inderdaad, flexibel werken, het is altijd geven en nemen. En ik denk, wanneer iemand zich goed voelt en thuis voelt en er rekening gehouden wordt met een gezinssituatie, dan kan het alleen maar optimaal verlopen. Ja, inderdaad. Goed, er komen niet meer vragen, dus dank u wel, Alexandra, voor deze mooie presentatie. En dan ga ik graag het woord geven aan Ilse Antonissen van Deloitte. Ilse,
Ja, dankjewel. Voilà, alsjeblieft. Goedemiddag allemaal. Ik ga mijn scherm delen, zodanig dat iedereen uit kan zien. In principe zou dat nu het geval moeten zijn. Klopt dat? Hallo? Nee, we zijn, nee? Zien het nog niet. Oké, dan ga ik... Nee, hallo, ja. Sorry hoor. Er zijn er een paar die zeggen ja. Ik zie het nog dat niet. Dat is wel vreemd, oké. We zien jouw scherm, maar je staat op het scherm met de camera's. Ah, oké. Dus ik ga een ander scherm delen. Zo, voilà. Ja. Nu zou je het moeten zien en dan ga ik terug naar presentation mode. Voilà. Voilà, sorry daarvoor. Ja. Oké, een goedemiddag ook van mij uiteraard aan iedereen. Heel kort wil ik introduceren wie wij zijn, zodanig dat je kan begrijpen de concrete maatregelen die wij genomen hebben en aan het nemen zijn, hoe dat die passen in het geheel. Ik ben verantwoordelijk binnen de Belgische Deloitte-organisatie voor aan de ene kant development en aan de andere kant diversity en inclusion. Het is uiteraard in het kader van die tweede rol dat ik hier op deze webinar ben. En ik denk, voor mij is het heel belangrijk om te kunnen zeggen dat die rol in onze organisatie een echte belangrijke rol is. En daarmee wil ik niet mezelf, maar het thema op de kaart zetten. Het is niet een soort van, we hebben iemand die daarvoor zorgt, omdat dat nu eenmaal zo moet. Het is iets dat van harten is. Het zit in onze values, in onze waarden, dat diversity en inclusion van cruciaal belang is. Omdat we vinden dat dat uiteraard hetgeen is wat dat je moet doen, het juiste is om te doen. Maar los daarvan ook iets is wat goed is voor de business, dat het onze business vooruit helpt. En het is wat verwacht wordt. Het is wat verwacht wordt door onze mensen zelf, maar ook door onze klanten en door de maatschappij als geheel. Dus het thema op zich staat bij ons heel erg op de kaart. Als we dan nu even toespitsen naar de kant van onze mensen, want daar gaat het hier nu over, dan wat dat wij echt proberen te bereiken is dat mensen die bij ons werken ervaren dat ze er graag zijn, dat een top experience is, noemen wij dat. En we willen een organisatie zijn die onweerstaanbaar is voor onze mensen. En daar focussen we toch op een aantal momenten in het leven van een werknemer die superbelangrijk zijn. En het is er juist al een paar keer aan bod gekomen, wanneer dat iemand aangeworven wordt. Het onboorden is een heel belangrijk moment. Het ontwikkelen is een belangrijk moment. Als je tijdens COVID geen ontwikkelmomenten zou hebben, zou dat heel spijtig zijn. Dus zorgen dat daar dingen virtueel kunnen is van essentieel belang. Ook recognition en reward is zeer belangrijk. Zorgen dat in termen van wat er hier nu besproken wordt, dat daar maatregelen zijn die toch voor de gender, voor gender geen verschil maakt. Dat mannen en vrouwen daar gelijk behandeld worden. En uiteindelijk willen wij dat mensen met alle plezier blijven en als ze weggaan, dat het met een goed gevoel is en dat het collega's voor het leven zijn. En dus taking care of each other and foster inclusion, zorg dragen voor elkaar. En niet alleen diversiteit nastreven, maar echt inclusie nastreven, dat is hetgeen wat we willen doen. Nu heel concreet voor vandaag, in termen van COVID, is het belangrijk om in te zoomen op een paar aspectjes. En dat inzoomen zal vooral zijn, we gaan een aantal maatregelen voorstellen die wij concreet genomen hebben en die hopelijk kunnen inspireren voor anderen, want dat is wel degelijk de bedoeling. Enerzijds op korte termijn, hoe hebben we gereageerd en hoe kun je reageren op zo'n een pandemie in dit geval? Hoe kunnen we daarvan recoveren en dan op langere termijn, hoe kunnen we daar misschien zelfs veel beter uitkomen en thrive afterwards? Heel concreet directe maatregelen die we genomen hebben. We hebben er hier een aantal op een rij gezet. Ik denk bij die eerste wil ik heel erg graag aansluiten bij wat Alexandra al gezegd heeft. Duidelijke communicatie is van cruciaal belang.
En in onze situatie hebben wij een organisatie in België van 4.500 mensen. Dus wat Alexandra gedaan heeft, is fantastisch. Hè? Met iedereen individueel bellen om te begrijpen wat de noden zijn en hoe je daar kan op aanpassen. In ons geval moeten wij dat iets anders opzetten. En wij hebben dat gedaan door webinars op te zetten die, door onze CEO, die regelmatig iedereen op de hoogte bracht van wat is de situatie, waar staan we voor, wat zijn de uitdagingen. En tegelijkertijd ook iedereen aansporen om te connecteren met uw eigen teams en te begrijpen hoe het met iedereen gaat en hoe je daar inderdaad de juiste maatregelen kan gaan nemen. We weten en we zien in functie van wat er rondom ons gebeurt, wat dat de vragen zijn die in de maatschappij leven, komen er ook plots heel veel vragen binnen onze organisatie. En daarvoor hebben we een COVID-hotline, waardoor dat iedereen zijn individuele vraag die echt gerelateerd is aan COVID kan stellen, daar de antwoorden op krijgt. En de veel voorkomende vragen die worden dan op een daartoe bestemde intranetpagina geplaatst, zodanig dat iedereen daar voortdurend op de hoogte blijft van hoe gaat dat nu. Hè? Op een bepaald moment hebben wij ook de beslissing genomen van mensen terug uit te nodigen om naar het kantoor te komen. En daar zijn hele duidelijke maatregelen voor opgesteld. Zowel uiteraard in de kantoren, dat het veilig zou zijn, want safety first is zeker in dit geval heel erg belangrijk. Iedereen heeft een veiligheidspakket toegestuurd gekregen, met mondmaskers en gel en de richtlijnen, zodanig dat het heel duidelijk was wat er verwacht werd van iedereen. En de bezettingsgraad van de lokalen uiteraard is aangepast aan wat er mogelijk is in functie van de veiligheid. We hebben ook, en dat is iets kleins, maar dat kan denk ik iedereen doen en dat is heel erg geapprecieerd, een klein cadeautje aan iedereen gegeven. En om te zeggen van oké, iedereen is geïmpacteerd, is geen gemakkelijk leven om van thuis uit te moeten werken met uw kinderen op uw schoot in vele gevallen. En wat dat we zien is dat iedereen daar het beste van maakt. Dat zo goed mogelijk doet, zonder uitzondering eigenlijk. En we willen dat appreciëren. We weten dat dat niet zomaar iets evident is. Dat is op zich ook erg geapprecieerd. En op LinkedIn komen dan plots allerlei van die fotootjes en dat is fijn om te zien. Wat wij ook hebben gedaan, en daar zijn we eigenlijk heel blij mee dat we dat hebben kunnen doen, is we hebben geen technische werkloosheid moeten inroepen. En we hebben kunnen zorgen dat iedereen altijd aan het werk is gebleven. En we hebben een intern jobcenter opgericht, waardoor dat mensen die eigenlijk door COVID geen werk meer hadden, intern op een andere job konden gezet worden. En dat daar een matching was die veel flexibeler was dan dat we het vroeger ooit hebben gehad. En die ook maar tijdelijk is, dus mensen kunnen ook gewoon terug naar hun eigen job nadien. Dat is iets dat we voordien nooit hadden gedaan en wat wel gewerkt heeft. Als ik nu naar de volgende slide ga, wil ik even inzoomen op een maatregel die heel specifiek genomen is voor de zomermaanden. Hè. Iedereen weet, hè, maart, april, mei waren en juni ook nog zeer moeilijk. Omwille van het feit, gezinnen die hun kinderen thuis hadden, die wilden werken met kinderen, op hun schoot in hun living. En niet iedereen heeft bovendien ook een huis dat georganiseerd is om in te kunnen werken. Daar was redelijk wat stress. En de vraag was, hoe kunnen wij de zomer doorkomen op een manier dat iedereen die dat nodig heeft ook wat meer flexibiliteit heeft om niet te werken, om voor het gezin te zorgen of gewoon om zijn eigen batterijen terug op te laden of met iets anders bezig te zijn om die stress er wat uit te halen. En daar hebben we gewerkt met een concept van wat we Summer Flex Leave hebben genoemd, waar dan mensen konden zeggen, ik zou graag on top van mijn normale vakantie bijkomend verlof hebben waar ik ook voor betaald word. En mensen kregen een percentage van hun salaris doorbetaald en konden naar keuze en in overleg uiteraard hun eigen tieners altijd kijken 10, 20, 30 tot 40 dagen extra
verlof nemen. En ik vond het wel interessant om daarnet de cijfers te horen over het COVID-ouderschapsverlof, waar dat we zagen dat op het einde 28% van het verlof werd opgenomen door mannen en 72% door vrouwen. Hier bij ons is dat niet het geval. Is dat veel gelijker verdeeld. 40% van dat COVID-verlof is opgenomen door mannen en 60% is opgenomen door vrouwen. Nog even verder, een andere doelgroep die toch wel heel erg belangrijk is, of de specifieke doelgroep die heel erg belangrijk is om te ondersteunen, zijn juist die mensen met kinderen. En daar hebben we al een aantal hele concrete dingen mee gedaan die ik hier eventjes wil toelichten. En dat is een specifieke intranetpagina gemaakt met tips en tricks over hoe kan je werken, remotely werken met kinderen in huis. Maar niet alleen die kant van de tips en tricks, ook wat zijn mogelijkheden voor flexibiliteit. Hè? Wat is er allemaal, wat zijn opties die ter uw beschikking zijn, zodanig dat mensen zeer goed geïnformeerd waren. Er was ook een community van wat wij Parents at Lloyd noemen, die aan elkaar allerlei tips en tricks begonnen te geven, te delen via een jammergroep. En dat was dan heel erg down to earth, maar wel relevant voor de mensen. We hebben ook een pilot gedaan en dat was aan het begin van de zomervakantie, toen er twijfel was of er wel kampen zouden kunnen zijn of geen kampen voor de kinderen, dat ouders met oudere kinderen hun kinderen zouden voorstellen om iets te doen voor de ouders met jongere kinderen in Deloitte. En dat kon bestaan uit enerzijds gaan babysitten, terwijl dat de ouders aan het werk zijn, zodanig dat die combinatie privé voor mijn kinderen zorgen en werk een stukje zou gemakkelijker zijn. Maar anderzijds ook gewoon virtueel via een platform dat wij dan aanboden, workshops te doen voor die kinderen. Een dansworkshop of een zangworkshop of whatever, dat die kinderen gebabysit zouden worden. Dan van kinderfocus eerder naar informatiefocus. De Parents at Deloitte Hotline was een manier voor alle mensen om hun vragen te stellen. Er waren momenten waar dat ze konden naar een team stappen, remotely weliswaar, om al hun vragen die er waren omtrent de administratieve kant van flexibility, om daar instant oplossingen en antwoorden op te krijgen. En die beschikbaarheid op zich wordt ook erg geapprecieerd. We wilden er ook niet van uitgaan dat we alles zelf wisten en begrepen wat dat de uitdagingen waren van de ouders. En dus hebben we een survey gelanceerd waarin dat we bevraagd hebben van wat zijn nu de zaken waar jullie mee struggelen en waar jullie antwoorden willen op hebben. Dus op die manier willen we ook voortdurend in onze nieuwe initiatieven blijven inspelen op de nood die er reëel is. En een laatste, misschien een beetje van een hele andere orde, maar wel heel erg geapprecieerde. De ouders waren voortdurend aan het werken via Zoom en Teams. En die kinderen waren daar in principe eigenlijk nooit bij betrokken. Die liepen dan wel eens door het scherm. Maar je zag dan ook wel vragende ogen vaak. Dus we hebben besloten om ook de kinderen te betrekken bij een Zoom-sessie. Door regelmatig family workout sessies te doen. Dus dat gaat gewoon over fysieke oefeningen die door een trainer opgezet was en via Zoom-sessie te volgen was. En dan zag je heel wat families met kleine kinderen in hun living samen mee allerlei oefeningen doen. En dat creëerde ook wel wat begrip tussen ouders en kinderen over wat is dan nu eigenlijk altijd op die computer. En ze werden erbij betrokken in plaats van eruit gesloten te worden. Nu, natuurlijk, deze dingen, dat is wat we allemaal opgezet hebben op korte termijn. We zijn ook aan het kijken op langere termijn. Wat moeten wij doen om ons voor te bereiden op de next normal? En waar dat we
We hebben dat ook daar juist gezien in de cijfers. Hè. Iedereen bijna is aan het telewerken of kan telewerken, waar dat vroeger eigenlijk meer de vraag was van is dat wel mogelijk, kunnen we dat? We zagen ook in de cijfers dat daar de vraag naar social connection, hè, hoe gaan we dat verder blijven zetten? Die vraag die is bij ons zeer, zeer pertinent. En wij zijn overtuigd dat connection en collaboration, dus het samen denken, samenwerken, een grote toegevoegde waarde is voor waar wij mee bezig zijn. En dus we zoeken vooral naar hoe kunnen we zorgen dat onze connectie blijft en goed blijft in de toekomst, whatever COVID ons zal brengen. En ik ga hier helemaal niet heel deze slide toelichten, maar ik wilde gewoon eventjes tonen van wat zijn de invalshoeken die we daarmee in het oog houden. Dat is, er zijn de aspecten van het werk dat moet gedaan worden, de mensen die dat werk doen, de plaatsen waar dat werk gebeurt, met al zijn verschillende aspecten. En we kijken daar naar vanuit verschillende personen. Dus bijvoorbeeld gender, vrouw, wat is de impact als vrouw? Is die anders dan als man? Maar ook, en dat is absoluut een nieuwe doelgroep waar wij nu heel erg rekening mee moeten houden allemaal. En dat is mensen met een medische kwetsbare background, al was het maar voor zichzelf of voor andere mensen waar ze voor zorgen. Hoe heeft dat dan een impact op de richtlijnen die we geven en hoe we met hen omgaan? En dan vooral ook, en dat is dan aan de persoon aan de rechterkant, hè, hoe gaan wij leren met iedereen te communiceren daaromtrent? Als we een framework hebben van hoe willen we connecteren en hoe willen we veiligheid garanderen, dan moet er opnieuw met elk individu tot afspraken gekomen worden. En dat zijn uiteraard individuele kwalitatieve gesprekken die moeten plaatsvinden en waar mensen mee moeten geholpen worden om die op te zetten. Ze moeten een duidelijk kader hebben en ze moeten de technieken hebben om die gesprekken op een goede manier te doen, want dat is niet noodzakelijk de comfortzone van iedereen. Dus daar willen we ook in ondersteunen. Ik kijk zelf naar de tijd en ik zie dat we eigenlijk zo goed als aan het einde zijn. Hè. Dus ik ga het hierbij houden, tenzij dat er nog vragen zijn waar ik al meteen kan op antwoorden. Dank u wel, Ilse. Zeer interessante presentatie. Ik heb nog geen vragen zien passeren in de chat. Ik wil even tijd geven. Dat ik denk dat alles dan duidelijk is. Eens zo goed is natuurlijk. Oké. Zeker. Voilà. Moesten er nog vragen zijn, kan je die zeker nog altijd stellen in de chat. En dan kunnen we die nog daarop terugkomen. Maar inderdaad, gezien de tijd, wil ik graag afsluiter gaan. Heel u graag nog een beetje een conclusie uit wat we vandaag gehoord hebben. Starten met het onderzoek. We hadden misschien een grote verandering verwacht waarbij mannen veel meer huishoudelijke taken zouden gaan opnemen. Dat is niet zo veel gebeurd. Die grote omschakeling zagen we niet. Uiteraard, dat is onderzoek. De individuele ervaring kan anders zijn, zoals dat we ook zagen in de chat. Maar wel een klein lichtpuntje. Er is wel meer evenwicht gekomen in taken tussen de partners, waarbij ook mannen meer routinematige taken opnamen. Uit de bespreking van de bedrijven, uit de getuigenissen, wat mij vooral opviel, was dat er veel gecommuniceerd werd met werknemers, uitermate belangrijk, en dat er eigenlijk ook altijd dan op maat een oplossing werd gezocht. Dat gaat natuurlijk al heel veel gemakkelijker of veel sneller in een klein bedrijf tegenover grote bedrijven. Die werken andere zaken uit. Daarbij natuurlijk ook opletten dat de doelgroep niet op overeen kam mag geschoren. Dat iedereen andere noden heeft. Ik denk dat de grootste conclusies zijn. We hopen dat iedereen hier heel wat inspiratie heeft kunnen opdoen voor de eigen organisatie. Maar ik denk dat er zeker nog grote uitdagingen zijn die op ons wachten. En hopelijk niet, maar moesten we terug in een tweede, we zijn eigenlijk in een tweede piek, maar in een tweede lockdown komen. En dan kunnen we al zeker wat zaken opzetten.
Ik wil bij deze heel hard de sprekers bedanken voor hun interessante getuigenissen en interessante presentaties. Ik wil ook de deelnemers bedanken. En ik wil graag nog afsluiten met enkele praktische zaken. De opname van deze webinar zullen we delen op de website van het instituut aan de hand van een NIS-bericht. We zullen ook nog vragen en een korte presentatie meedelen via mail. En de webinar kan ook geëvalueerd worden. Ook daar zal de link naar doorgestuurd worden. Dat is via hetzelfde formulier als waar u hebt ingeschreven. Voilà. Ik denk dat we het daarbij kunnen laten. Nogmaals, heel erg bedankt voor al jullie interessante vragen en jullie aanwezigheid. En uiteraard aan de sprekers. Oké, dank u wel. Dag. Tot ziens. Dag. Dank u wel. Dag.